Ja, ik was erg verbaasd. Ik denk, is dat nou dat liedje van Joost Klein wat ik hoor? 12 punten voor meneer. Het is inderdaad Europapa van Joost Klein. En de bijaard van de Catharinakerk speelt het nummer niet zonder reden. De kerk in Hartje Eindhoven doet mee aan een landelijke actie van 3FM. De radiozender deed een oproep aan alle klokkenspelers om dinsdagmiddag de gedisqualificeerde Nederlandse Eurovisieartiest te steunen. Zo, hoe was het om dit te doen? Ja, vet. Klinkt mooi. En het hakeffect en de nummer van Joost, dat werkte goed op klokken. Ja, ik vind het echt een heel leuk liedje. Het blijft de hele tijd in mijn hoofd zitten. Dus ja, het zal de komende maanden nog wel zo zijn. Ja, ik vind het wel mooi. Ja. Herkent u het? Ja, ja, tuurlijk. Ja, zeker. Van het Songfestival, hè? Joost deed voor Nederland mee aan het Songfestival, maar mocht uiteindelijk niet meedoen aan de finale door een voorval. Ja, dat vind ik echt belachelijk. Ja, ik weet niet wat er precies is gebeurd. Maar als het echt extreem erg was geweest, hadden ze hem in de gevangenis gezet of in de cel. En niet, nee, ik vind het niet kunnen. Ik denk dat je beter iemand mee kunt laten doen om allerlei teleurstellingen te voorkomen. En achteraf, als je duidelijk hebt van, is iemand over de schreef gegaan of niet, om dan een oordeel te vellen. Maar ik vond dit een beetje kort door de bocht. Ook onder meer Groningen en Leiden deden mee aan de actie om Joost te steunen.